Hier ben ik weer ja, op Dylan met wachten. 229. Uh, inmiddels is het bijna twee weken geleden dat uh, de Amerikaanse verkiezingen uh, achter ons liggen en de hele hype is wat uh, afgezwakt. Alhoewel we nog uh, zeker een dag of zestig hebben gaan voordat de inauguratie plaatsvindt. Wie weet wat er in die tussentijd gebeurt. Maar. Uh, uh, een aantal jaren terug, dat kan al wel zes, zeven jaar geleden zijn... toen uh, uh, had ik een boek geschreven, Het Mysterie van het Getal Zeven... waarin ik uh, president Trump uh, met name noemde... en ook de bijzonderheden rondom zijn leven. Want uh, en ik uh, werd er aan herinnerd door een van de mensen op Facebook... Uh, of hij de laatste Trump, uh, want er is een profetie van Kim Clements... Dat hij twee termijnen zou regeren. Uh, ik werd toen verketterd omdat ik uh, dat ook in het boek had gezet. Maar zowel Kim Clemens als alle andere profetische mensen hadden toen ook niet voorzien de verrassing van God dat die twee termijnen niet aan één gesloten zouden zijn. Nu zien we dat er wel een tweede termijn is. En dat maakt dan toch weer dat deze profetie wel heel relevant zou kunnen zijn. Maar in die profetie wordt ook gezegd. Is de laatste Trump. En in de Engelse vertaling staat bij de laatste bezuin dat de opname zal plaatsvinden. En je kunt je terecht afvragen: is dit de fysieke Trump, het signaal, het profetische geluid wat God in de wereld laat verschijnen als een uh, inleiding, als een aanleiding tot het moment dat de bezuin zal klinken? En we weten sowieso uit alle informatie dat het heel erg bij is. Maar even. Deze informatie, want sommigen zeggen: is het een zegen voor Israël of niet? Is het een zegen voor de wereld of niet? Er zijn allerlei meningen. Eerlijk gezegd, ik weet het niet, maar uh, Gods woord is altijd betrouwbaar en dat is het allerbelangrijkste wat we moeten beseffen. Maar dit: feit rondom Trump, uh, die nu opnieuw erkozen is, dus. Uh, Donald Trump is geboren, uh, en dat heeft met het getal 7 te maken, daarom uh, daar noem ik dit. 700 dagen voor de geboorte van Israël op 14 mei 1948. Dit staat uh, in mijn boek uh, Mysterie rond het getal 7. Uh, verder, op de dag van zijn inauguratie was hij precies 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud. is trouwens. Hè? Hij werd gekozen in het zevende jaar, de zevende maand en de zevende dag dat Netanjahu premier was. Ik bedoel uh, over opmerkelijke uh, samenloop van omstandigheden. Uh, hij versloeg Hillary Clinton met 77 stemmen, omdat er zeven ontrouwe kiesmannen waren. U weet het, Amerikaanse stelsel leeft. Kiesmannen, dat werkt anders dan hier. Exact zeven maanden na zijn aantreden was er een, even kijken hoor, uh, een totale zonsverduistering in de VS sinds 1776. Al deze gebeurtenissen vonden plaats in het Hebreeuwse jaar 5777. En in de 77ste week van zijn presidentschap... was hij de 777ste rijkste man uh, volgens Forbes. Uh, nou, uh, je kan ervan vinden wat je ervan vindt... maar op zijn minst is dit spectaculair... En bijzonder te noemen. En uh, er is al veel geprofiteerd, ook onder andere door Jonathan Kaan, en niet alleen door Kim Clemens, maar recentelijk door Jonathan Kaan, dat God hem wilde gebruiken als een instrument. En ik geloof ook dat het zo is voor de kriticaasters, die beseffen eigenlijk niet dat als ik dit zeg, um, uh, dan komen ze al heel gauw met polariseren. Trump, aanhanger en weet ik veel wat. Uh, ik ben geen aanhanger van Trump. Ik hang Jezus aan met heel mijn hart. En mijn verwachting is niet van de terugkeer van Trump, maar de terugkeer van Jezus. Laat dat wel wezen. Maar dat neemt niet weg dat God altijd mannen heeft gebruikt. Uh, koningen zelfs, goddeloze koningen. Ik wil je eraan herinneren dat. Hoe Nebuchadnezzar een heel hoofdstuk heeft geschreven in het boek Daniel. En de God van Daniel eert en iedereen bestraft die lelijke dingen over hem zou zeggen. Darius, een uh, koning van de mede en de pester, dacht ik, die heeft de tempel herbouwd en steunde uh, Nehemia en Esra in dat hele proces. Uh, hij was een knecht, Het is over hem geprofiteerd. 200 jaar in het boek Jesaja voordat hij geboren was. Goddeloze koning, uh, geen lievertje, net als Nebukadnezar. En natuurlijk in de moderne tijd kunnen we zeggen dat uh, ook de duivel mensen heeft gebruikt. Zoals Hitler en Mao, en uh, 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 and -and Stalin, en Lenin en andere dictators. Maar ook God. Want na de geboorte van Israël, of voor de geboorte van Israël, was het de Lord Balfour die de Balfour-declaratie heeft laten uh, optekenen. Om Israël een eigen land te geven. Wat al lang geprofiteerd was in de Bijbel. dat er een tijd zou komen. dat ze zouden terugkeren naar het land van herkomst. en naar het land wat God aan hun aartsvader Abraham. als een eeuwig erfdeel heeft gegeven voor hem en zijn nageslacht. Lieve mensen, wij leven in de tijd dat we dit in vervulling zien gaan. met onze eigen ogen. En nu alweer bijna 77 jaar. Ook bijzonder eh, om te noemen. En natuurlijk, we hebben ook president Truman gezien, die als eerste opstond toen Israël net geboren was en ook de, 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 de USSR, de Rusland en andere landen zich wilden verzetten tegen de geboorte van Israël, nam hij openlijk stelling als wereldmacht. En zo zijn er anderen te noemen. En ik noem dit instrumenten in de handen van God. En Dat wil niet zeggen dat ze Christen zijn. En het wil ook niet zeggen dat ze het niet zijn. Dat is niet waar het om draait in dit geval. Want God kan het hart van een koning buigen als een waterbeek. Er staat niet de christelijke koning, maar een koning. En dat zien we door de geschiedenis van de Bijbel heen. En nu ook in de recente geschiedenis, en in mijn overtuiging is President Trump ook zo'n man. Wat niet wegneemt dat mijn verwachting. Van niemand anders is dan Jezus Christus. En als ik kijk naar alle ontwikkelingen in de wereld. en de snelheid waarmee de dingen zich uh, ontwikkelen. en uh, de dreiging van een nieuwe vaccinatiesronde. en de nieuwe pandemie. en uh, uh, de prijzen die verdubbeld zijn. de wereldeconomie die aan het, totaal aan het uh, instorten is. de ontwaring van het geld. en uh, ja, de kerstloze society. alles wijst in de richting. Van de vervulling van de plannen. die God al heeft neergezet. neergeschreven in Zijn woord. De Kerstloze Society. de Bijbel zegt. er komt een tijd dat niemand kan kopen. dan het teken van het beest. We kunnen in deze tijd. enig beeld daarvan krijgen. als we straks. zelfs geen uh, telefoontjes meer hebben. maar de chips onderhuids hebben. dat we zonder dat uh, chipje. in de winkel niet meer kunnen betalen. We kunnen nu al niet betalen in sommige winkels. Met kerstgeld, eh, we moeten dan met de telefoon of met de creditkaart. Nou, sommige die uh, moet je dan per se met de telefoon. Kun je ook nog niet eens met de kaart. Het gaat helemaal die kant uit, lieve mensen. En daar is niks nieuws onder de zolder. Het lijken prachtige technische ontwikkelingen. Want stel je voor, eh, dan heb je die chip. Daar staat al je informatie op. Kan niet gestolen worden. Eh, je hoeft je bankpassen niet, de nummers niet te onthouden. En je pincodes enzovoort. Je kan overal in en kopen. Je kunt het gewoon pakken. Want als je door de scan loopt, dan wordt alles geregistreerd. Big Brother is watching you. Daar gaat de wereld naartoe, lieve vrienden. Dat is geprofiteerd in het boek Openbaringen. En we zien alle tekenen wijzen in die richting. En de Bijbel zegt: Dit is het begin der wegen. Wanneer je ziet misleiding met AI. Tegenwoordig weet je niet meer of je echt een foto ziet. Je weet zelfs niet meer of je een echt persoon hoort spreken. of dat hij uh, gegenereerd is door AI, een kopie van de echte. Ik zag uh, vorige week Eva Jinek die een filmpje van zichzelf in AI had laten maken. Nou, uh, je moet goed opletten om te zien wat het verschil is. En volgens mij, met de zelflerende mogelijkheden binnen in AI, zal het alleen nog maar beter worden, nog maar scherper. Nog maar uh, nauwkeuriger, dat we bijna goed van uh, echt van nep niet meer kunnen onderscheiden. En de enige manier is de waarheid te kennen die vrijmaakt. En de waarheid is Jezus en de leugen is de duivel. En daarnaast zien we de vredesbesprekingen, en dat is wat we nu ook horen. Nu, uh, de verkiezingen liggen achter ons van Amerika en er wordt nu gesproken over. Geen oorlog, maar vrede in het Midden-Oosten. Maar het boek Thessalonicens, hoofdstuk 2, vertelt ons, uh, het tweede boek van Thessalonicens vertelt ons, dat er een tijd zal komen dat ze zullen roepen, vrede, vrede. En een plotseling verderf zal hen overkomen. En uh, zij die slapen, slapen desnachts. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar gij, geen anders, gij zijt wakker. Wij. Wij zullen ontsnappen. Een plotseling verderf. Terwijl ze roepen. Vrede, vrede en veiligheid. Hè? Peace and security. Als je de filmpjes van de VN-vergaderingen ziet. En waar wij ze al die stukjes achter elkaar zitten, Onder de keren. Door alle vertegenwoordigers in de Verenigde Naties. Spreken over vrede en veiligheid. Peace and security. In het belang van de wereldbevolking. En van de wereldvrede. En ook nu in de ontwikkelingen met Trump zal het ook gaan om peace and security in het Midden-Oosten. Maar de Bijbel leert ons dat terwijl zij zeggen, het is nog niet eens peace and security, maar ze praten over peace and security. En terwijl ze daarover praten, zal een plotseling verderf en overvallen, waaraan zij niet zullen ontkomen, zegt de Bijbel. Maar gij, hij zegt... Hij heeft het over zij en gij. Bij wie, bij wie hoor jij? Ik hoor, bij, ik hoor bij de wakkere mensen. Zij die wakker zijn, wees waakzaam, want een plotseling verderf zal over de wereld komen. Maar wij die de Heer verwachten uit de hemelen, die ons verlost van de komende toren, lieve vrienden. <laughs> wij zijn bestemd om verlost te worden van de toren. Ja, escape. Ik snap het. Mensen zeggen, ja jij met je escape theologie. Die ontsnappingstheologie. Angst hazen. jullie willen gewoon wegvluchten van alle ellende. En alle moeite en alle strijd en alle pijn. Maar we moeten er doorheen om gelouden te worden. Dat is een helemaal een grote leugen. Want lieve mensen. Jij en ik worden niet gelouden door ons lijden. Het lijden is niet gelijkelijk verdeeld over de wereld. Er zijn mensen die veel lijden. Er zijn mensen die weinig lijden. Er zijn christenen geweest die nooit geleden hebben. Er zijn ook christenen geweest en nog die eigenlijk bijna alleen maar geleden hebben. Wat dat betreft uh, is het niet eerlijk verdeeld, want we leven in een gevallen, gevallen wereld. Maar als we door ons lijden geluiderd zouden moeten worden, dan heeft Christus te vergeefs onze straf op zich genomen. Als we door ons lijden geluiderd zouden moeten worden. Dan zou het erop neerkomen dat alle die niet geleden hebben en gestorven zijn zonder te lijden, allemaal nog een keer opgewekt moeten worden om te lijden, om van hun, ja, de geluiden te worden van hun zolder. Maar lieve mensen, geloof deze smerige leugen toch niet. Er is maar één prijs en die is al betaald. De rekening is volledig voldaan. Het is volbracht, zei Jezus op het kruis van Googletat toen hij stierf. En dat is verbracht voor jou en dat is verbracht voor mij. En voor een ieder die gelooft is het allang verbracht. Er hoeft niks meer verbracht te worden dan te geloven in het volmaakte offer dat hij gebracht heeft. Het is door geloof in dat offer dat wij gered zijn voor de eeuwigheid. Begrijp me niet verkeerd. Dat is geen vrijbrief om erop los te leven. Het is ook geen vrijbrief om te zondigen. Het is ook geen vrijbrief om... Uh, ja, om, om, om eigenlijk wat dan ook te doen. Want als we beseffen welke prijs Hij voor ons betaald heeft, is het logisch en in de lijn der verwachtingen dat we willen leven tot zijn eer. Maar als het een keer misgaat, mogen wij aanspraak doen. Indien wij gezondigd hebben, hebben wij een voorspraak. En indien we onze zonde beleiden, Hij is getrouw. En rechtvaardig om ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Het is niet de bedoeling dat je er daarom maar op losleeft. Maar wij mogen in dat vertrouwen ons best doen om het goede te doen. En dat niet alleen, want wij worden niet gered door het goede wat wij doen. Wij zijn al gered door wat Hij gedaan heeft en door het geloof in wat Hij gedaan heeft. Maar, en ieder zal beloond worden naar zijn werken. Je wordt niet gered door je werk. Je wordt wel beloond voor je werk. Je bent gered door genade, door geloof in het volbrachte werk. Maar je wordt wel beloond voor je werk als jij niks doet voor Jezus. Als je alleen maar voor jezelf hebt geleefd. Als je als een egoïst. al het geld wat je verdiend hebt, gebruikt hebt. om alleen maar gelukkig te leven, mooie huizen, auto's, dingen te kopen. en nooit aan je medemensen hebt gedacht. Dan, uh, en nooit anderen over Jezus hebt verteld, die de losprijs voor de zonde van de hele wereld heeft betaald. Dan heb je geen loon, want je hebt niet tot eer van Hem geleefd. Maar je bent wel gered als je gelooft in het volbrachte werk. Alleen, ja, je, je moet je schamen, want je hebt niks op je hemelse bankrekening. Want je hebt nooit geleefd tot eer van jouw stepper. Je hebt wel een bankrekening in de hemel en je komt ook wel in de hemel. Alleen, je hebt er niks geen deposito. Maar al wat doet je met, met woord en werk tot eer van God? Weet je, dat is een oud liedje, je kent, het, je kent het vast wel. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Lieve mensen, leef tot eer van onze God, want daarmee bouw je een krediet op waar je. In de eeuwigheid nog van mag genieten. Eh, loon naar arbeid. Maar redding door genade. Alle twee waar. Je bent gered door zijn offer. Maar je wordt beloond voor jouw werken. En ik wil je stimuleren als je een kind van God bent. Uh, uh, ik geloof dat het een van de opwekkingspredikers in Engeland was. Charles Finney, meen ik. Die zei dit. Earn as much as you can. Save as much as you can. Give as much as you can. Nou ja, even in het Nederlands. Uh, verdien zoveel als je kunt. Uh, dus werk zo hard mogelijk en probeer zoveel mogelijk te verdienen. Spaar zoveel als je kunt. En geef zoveel als je kunt. Investeer in je medemens. Investeer in het koninkrijk. Uh, lieve vrienden, uh, even een zijstapje. Leuk ook toch te doen. Uh, in deze periode is mijn vriend Kingsley, mijn partner uit India met zijn vrouw hier in Nederland. Kijk maar uh, op onze website en uh, misschien heb je dit al gezien. Uh, samen met hem hebben we een groot werk in de afgelopen jaren mogen opbouwen. En dan moet ik wel zeggen dankzij de ondersteuning ook van mensen die gegeven hebben, want we hebben daar 40 gospel trucks en 225 fulltimers. Die elke dag uitgaan. om het goede nieuws van Jezus. aan de burgers van Nadu. de staat in het zuiden te vertellen. En we zien. in die veertig die trucks die elke dag uitgaan. die samen meer dan duizend samenkomsten. hebben elke maand. misschien wel nog meer. Ik weet het niet precies. want sommige broeders zijn zo ijverig. die doen wel twee meetings op een dag. Maar dan zien we. Ruim 250.000 individuele mensen die een keuze voor Jezus hebben gemaakt. De Heer bevestigt zijn woord ook met wonderen en tekenen. Het is bijzonder hoe ik in dit werk gerold ben. Alle eer aan de Heer Kingsley en ik. Wij zeggen altijd als ik al de eer zou stelen, geef mij dan een klap in mijn gezicht. Want ik kan het niet zonder mijn Indiaanse partners. Maar zij kunnen het ook niet zonder mij. En wij kunnen het niet zonder alle sponsors. En samen kunnen wij het niet zonder Gods bijstand en leiding van de Heilige Geest. Die ons bekwaam maakt om dat goede nieuws tot het de uiteinde der aarde te brengen. Kingsley vertelde mij: hij zegt, als we in de vaart der volken gaan zoals we nu gaan. en als Jezus nog niet terugkomt, zullen we binnen twee jaar heel Tamil Nadu, 80 miljoen mensen bereikt hebben met de boodschap van het evangelie. Ik zeg niet dat ze allemaal gered zijn, want iedereen zal individueel een keuze moeten maken. Ik zeg altijd, God heeft geen kleinkinderen. Onze kinderen geloven ook niet automatisch, omdat wij geloven, ieder individu zal zelf op een dag in zijn leven een keuze moeten maken of hij zijn leven aan Jezus wil geven. Of hij wil geloven in het ultieme en het volmaakte offer. dat God zelf bracht. door zijn enige geboren zoon te geven als een losprijs. Maar wij zien elke maand. dit aantal mensen keuze maken voor Jezus. En het is een enorme uitdaging om deze nieuwe gelovigen. te voeden met het woord van God. en te onderwijzen in de principes van de Bijbel. En te leren te wandelen als een kind van God. En er zullen heus wel hier en daar mensen zijn. die backsliden, die dus weer teruggaat naar het oude leven. Dat is pijnlijk genoeg. Uh, en daarom vraag ik ook gebed. Uh, lieve mensen, dat u bidt dat we genoeg Bijbel zullen hebben. Dat genoeg financiële middelen om de kosten te dragen. die we elke maand moeten opbrengen. meer dan 100.000 euro. Maar daar staat dan die oogst van 250.000 zielen tegenover. We hebben een soort ruwe berekening gemaakt en voor elke euro kunnen wij bijna drie mensen tot Jezus leiden. Stel je voor 100 euro, dat zijn bijna 300 mensen. Een truck die rijdt, die kost ons per jaar 25.000 euro en daarmee winnen we gemiddeld zo'n 75. Duizend individuele mensen. En met 40 drugs is dat 3 miljoen. Het is onvoorstelbaar. Ik had nooit kunnen denken. Ik was zelf eens een junk. Ik was verslaafd op weg naar de hel. Verloren in zonde, in diepe duisternis, in occulte praktijken, toverij en weet ik veel wat. Maar God had mij op het oog. <laughs> en dat wil ik tot de van vandaag ongelooflijk. Dankbaar voor. En ik ben hem gaan dienen. Naar eer en geweten. Met vallen en opstaan. Denk nu niet dat ik nooit geen fout heb gemaakt. Oh jee. Je, ik heb er te veel gemaakt. Misschien zelfs. Maar toch zou ik niks anders willen. Dan mijn God te dienen. En ik ben de hele wereld over gegaan. En ik heb prachtige wonderen van genezing gezien. Ik heb gezien hoe hij harten heeft aangeraakt. En mensen opgetild heb uit het slop van pijn en angst en afwijzing. En waardigheid heeft gegeven, en een nieuw doel. En ik ben zelf een levend voorbeeld van dit wonder. En daarom kan ik deze boodschap ook vertellen, want ik ben zelf die boodschap. Ik was de laatste die verlost is van zijn zonde. En die kracht is beschikbaar voor een ieder: En ieder die gelooft in het volbrachte werk van Jezus. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. Alle zonde. Alle zonde. Er is geen zonde die God niet kan vergeven. Behalve als jij het offer van Jezus afwijst. Als jij zegt, ik hoef hem niet, die Jezus mot ik niet, dat geloof in God, dat vind ik gewoon onzin, dan zul je zelf de prijs moeten betalen voor je zonde. En dat is de eeuwige dood in de hel waarvan geen weg meer terug is. En dat gun ik mijn grootste vijanden nog niet. Want ik zou wel willen dat u en de ieder die mij hoort en de ieder die dit filmpje ziet, of het nu vandaag of morgen of overmorgen is, een keuze maakt om zijn leven over te geven aan de Koning der Koningen, aan de Heer der Heren, aan de Heer Jezus Christus, die de ultieme prijs betaald heeft voor onze zonde op het kruis van Gogota. Halleluja. En dat niet alleen, er is niet alleen vergeving, er is verlossing, er is genezing, er is transformatie. Het is volbracht, lieve mensen. En door zijn streamen is ons genezing geworden. En daarom zien we ook wonderen gebeuren. Niet altijd, maar we zien absoluut prachtige wonderen van genezing ook gebeuren. Hoe heerlijk is dat? Uh, een paar weken terug was ik met mijn vrouw er even tussenuit. We gingen naar Tenerife. Ik heet wel prachtig, een van de Canarische eilanden. Heerlijk, in een warme klimaat, in de zon en de zee, in zwemmen en genieten. Maar het leuke was, ik kwam op het vliegveld op Schiphol. En uh, we gingen naar de gate. En in de wachtruimte, voordat we gingen boorden, uh, zag ik twee lege stoeltjes. En uh, mijn vrouw en ik, we gingen daar zitten. En tegenover ons uh, zaten verschillende mensen, maar recht tegenover ons zat een iets ouder echtpaar. Nou ja, misschien onze leeftijd, weet ik weet het niet precies. En uh, die zaten een beetje te kijken zo en te smoezen. En ineens komt die mevrouw, die komt naar mij toe. En uh, die zegt, bent u Jaap Dieleman? En uh, ik zeg, ja, dat ben ik, dat klopt. Ze zei, nou, ik dacht het al, we zaten te kijken. En bent u het of bent u het niet? Maar ik wil u iets vertellen. En toen pakte ze haar telefoon en liet een jonge vrouw zien. Dat was haar dochter. Ze zegt, dit is mijn dochter. Zij is 30 jaar. En uh, 30 jaar geleden uh, kwamen wij in een samenkomst ergens. Ik dacht dat ze zei, Nijverdal. Ik meende dat het was Nijverdal. En uh, wij hadden al twee kinderen, maar het ging gewoon niet wat we ook uh, hadden geprobeerd. Het ging niet. En toen hebben wij aan u gevraagd of we ons wilden bidden. En ik heb toen voor ze gebeden, lieve mensen. En uh, ze nooit meer gezien. <laughs> ze zei. U heeft voor ons gebeden. Kort en kort daarna werd ik zwanger. dit is. Dit kind is geboren nadat u voor ons gebeden hebt. Ik werd vruchtbaar. Halleluja. En ik wil voor jou bidden dat je ook vruchtbaar wordt. En toen zei ze iets verdrietigs. Ze zei. Maar ze gelooft niet in God. En ik zei tegen haar: Luister, we gaan voor haar bidden. We hebben gebeden dat ze geboren zou worden. En nu gaan we bidden dat ze wederom geboren zou worden. Dezelfde God. Uh, is in, betrokken in beide geboortes. En jij bent al geboren, want jij kon anders nooit dit filmpje zien. Maar je moet wederom geboren worden. De Bijbel zegt het. Jezus zegt het tegen Nicodemus. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Anders kun je het Koninkrijk van God niet zien. En anders kun je het Koninkrijk van God ook niet binnengaan. Je moet wederom geboren worden. En dan zegt hij, hoe kan ik wederom geboren worden? Uh, ik kan toch niet opnieuw in de moederschoot? Uh, hij dacht aan het natuurlijke. Nee, je hoeft niet in de moederschoot. Hoe word je wederom geboren? Door je hart te openen voor de Heer Jezus Christus. Door Hem te vragen binnen te komen en, uh, en, en je zonden te vergeven, weg te wassen, Hem te accepteren. Hem, hij wil jou adopteren. The spirit of adoption. En de Bijbel zegt de geest van ja, adoptie, waardoor wij kunnen zeggen: Abba, vader. Dan wordt God je vader. En God is een geweldige vader. Hij wil jou 100% adopteren. Misschien ben je nooit gewenst geweest door je aardse vader. Misschien ben je wel een motje om ze zoals ze dat zeggen. En misschien wilden je ouders wel dat je een jongetje was. Terwijl je een meisje bent of andersom. En heb je altijd moeten leven met die afwijzing. Maar ik wil je dit zeggen: mijn God, de schepper van hemel en aarde. Heeft hij jou geweven, Psalm 139, in de schoot van je moeder? Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou gekend van voor de grondlegging der wereld. En alle dagen van je leven heeft hij opgetekend in een boek. En hij heeft een geweldig plan voor jouw leven. En ik wil je aansporen om je hart te openen en Jezus toe te laten. Want dan kan hij dat plan in vervulling doen gaan. En kom jij in je eeuwige bestemming. Zul je nooit verloren gaan, maar eeuwig leven in het licht, in de liefde bij de almachtige God. Daarvoor kwam Jezus naar de aarde om zijn leven als een losprijs te geven. En ik wil heel graag voor je bidden, met je bidden. Misschien ben je niet gewend, maar ik ga nu voor je bidden. En als je wil dat dat wonder in jouw hart gebeurt, dat is ook in mijn hart gebeurd. Ik was ook een Jun tien jaar lang, maar dat wonder heeft mij getransformeerd en wil hij nu ook voor jou doen. Bid dan gewoon en zeg maar, Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij gestorven bent. Om de prijs voor mijn zonde te betalen op het kruis van Gogota. Ik kan mijzelf niet redden. Ik kan de prijs niet betalen, want het loon van de zonde is de dood. Maar u heeft de prijs betaald. U heeft mijn straf gedragen. Ik geloof dat en ik vraag u. Kom in mijn hart. Vergeef mij. Was al mijn zonde weg. Opdat ik opnieuw geboren kan worden en mag delen. En dank u wel dat u mij adopteert. Met de volle 100%. Dat u mijn vader wil zijn. En dat ik uw kind mag zijn. Ik geloof het in Jezus naam. Amen. En ik bid dat God je verstand opent, je oren, je ogen en je hart. Dat je hem steeds beter leert kennen. Want dit is alleen nog maar het begin. En het allerbeste komt nog. En als je dit gedaan hebt, laat het mij weten. Want dat vind ik fijn om te horen. En ik blijf voor je bidden dat je mag groeien. Groeien in Hem. Om er meer en meer te worden zoals Hij jou bedoeld heeft. Bedankt voor het kijken. En opnieuw wil ik zeggen, als Jezus nog niet terug is, tot de volgende week. Halleluja. Amen. To give the glory to the one who changed my life. It's like a river running, and it won't run dry. Oh, it's simply overflowing from the joy deep down inside. My heart woke up, and out I came into life with a fresh new faith, a whole new start. My past erased. You placed my feet on solid rock and showed me.